laatste wedstrijd van 2014. Laat zien wie we zijn. We zijn niet jong, wij zijn beter als hun. Ja, laat zien wie we zijn. Come on. Oh, we hadden vrij weinig wissels, dus ik had wel het gevoel van vandaag kan het gebeuren. En de trainer had me wel al een hintje gegeven voor de wedstrijd, dus ik had wel een goed gevoel erop. Hij zei dat ik overal moest rekenen, dus toen had ik wel het gevoel van het zou erin kunnen zitten vandaag. Lang voor gewerkt en wel van gedroomd natuurlijk, dus het is een mooie stap weer verder. Met de voorzet en dan Farshad Noor. Die schiet die bal er schitterend in. In een wedstrijd met niet al te veel kansen hebben we dus toch al twee mooie doelpunten gezien. Ja, ik denk voor jezelf dat je gewoon alles goed op een rijtje moet houden. Dan weet je wat je kan en vanuit je kwaliteit gaan spelen. Dit zijn wedstrijden waarin je moet laten zien, dus dat is een mooi moment. Hey, hoe lang heb je hier naartoe geleefd? Ja, het is natuurlijk al van jongs af aan dat je mee bezig bent, maar ja, je voelt wel dat je steeds dichterbij komt en ja, het is vandaag mooi dat het gebeurt vandaag. Ja, die kwam een laag voorzet en die verdediger miste hem een beetje en toen viel hij achter me. En, ja, ik probeerde het uit te draaien, maar het was een lastige bal, moest je een beetje geluk bij hebben. Maar ja goed, ik heb al geluk genoeg gehad vandaag, dus ik heb mogen debuteren. Dus, ik denk ja, dat het belangrijk is dat je niet gaat zweven, dat je gewoon ja, je ding blijft doen. Ja, in ieder geval nog verder stappen maken bij PSV en gewoon het eerste zien te halen en vanaf daar wel weer verder kijken.